Ja, het zijn gewoon wereldsteden. Op zondag krijg je daar impulsen van, je bent altijd te laat. En het is altijd weer wat hippers. In Brooklyn kon ik hem letterlijk geen seconde uit het oog verliezen. Ik kan nog zo hip en gaaf in New York zijn. En dit heeft ook wel zijn hele goede dingen. Ik denk, die dynamiek die moet versterkt worden. En datgene wat er gebeurt in de cultuur maken we sterker zichtbaar. En daardoor wordt het ook aantrekkelijker om hier naartoe te komen. Bij de TVAF is het ook iemand geweest die heeft gezegd van, nou, we gaan eens iets goeds doen. En dat doen we hier. En dat blijven we doen. Pinkpop, ja, ook zoiets. Ik denk dat dat wel voorbeelden zijn van hoe je de zichtbaarheid van de dynamiek kunt verbeteren. Eurocontrol bijvoorbeeld, een bedrijf dat niemand kent. Daar werken 760 internationale mensen. Dat zijn de top air traffic controllers die daar zitten. En die wonen hier. Die werken hier. Weten wij dat? Nee, dat weten we ook niet. Ik lees in de NRC wel over professoren aan de Universiteit van Maastricht die van alles hebben teweeggebracht. En dat lees ik in de lokale krant niet. Dus ik denk dat er in de informatievoorziening klopt er iets niet. Er moet wel wat aan gedaan worden. Ja, nee, dus heel veel potentieel. De jonge mensen waar ik nu mee sta te praten en de mensen die hier aan het werk zijn, dat die beter gehoord moeten worden in wat er nodig is. Die weten het echt. Die weten echt wat er nodig is om iets goeds neer te zetten en om iets te doen groeien. Zij zijn de initiatiefnemers.